Met deze tractor van Engelse makelij is kort geleden ergens in het rampgebied een demonstratie gegeven. Het is een speciale rupstractor die bij uitstek geschikt is voor operaties in moerassige terreinen, zoals er in het zuidwesten van ons land in de weer drooggemaakte polders thans vele zijn. Zonder veel moeite slaagde de tractor erin een zware greppelploeg door het modderige terrein te trekken. Het is van het grootste belang dat de polders weer zo snel mogelijk bewerkt worden. En daarbij zou een dergelijke tractor uitstekende diensten kunnen bewijzen. Vandaar dan ook dat er voor de demonstratie van de zijde van Rijkswaterstaat en van de Heidemaatschappij onder andere grote belangstelling bestond.